kijkt naar een nieuwe aflevering van Tokentalk. Dus vandaag hebben we weer een hele leuke nieuwe gast. Namelijk de architect van onder andere de TU Delft, namelijk Francine Hoebe. Francine, ja, we zijn hier natuurlijk nu in Amsterdam, maar je bent zelf lid geweest in Delft. Hoe was het in Delft? Nou ja, het grappige is, ik was lid van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. Hè, toen was nog mannen en vrouwen gescheiden, dus later zijn die gefuseerd. En dus daarom sta ik bij het Delft Studentenkorps, maar ben daar eigenlijk nooit lid van geweest. Althans, ik was van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. En misschien ook nog wel grappig om te vermelden waarom ik lid werd van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. Ja. Omdat, ik was heel naïef. Ik woonde in Groningen en ik kon heel goed hockeyen en ik speelde hoofdklasse. En ik zat daar bij een burgervereniging en met wie we altijd aan het competen waren, wie de eerste was met de Groninger studenten. Dus ik dacht, als ik in Delft ga studeren, moet ik bij de Delftse studenten gaan hockeyen. En wilde je bij de Delftse studenten hockeyen, moest je lid zijn van het koor of de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dus eigenlijk voor het hockey? Voor het hockey ben ik daar lid van geworden. En toen kwam ik erachter, ik was me ook helemaal niet van bewust dat Delft zo weinig vrouwelijke studenten had. En dat die hockeyclub, ik geloof, vierde klasse speelde. Terwijl ik was gewend hoofdklasse te spelen. Dus toen ben ik na een jaar ook gestopt. Zowel bij de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging, maar ook ben ik uit gaan zoeken waar ik wel moest hockeyen. En waarom heb je überhaupt besloten om naar Delft te gaan? Was dat vanwege de technische kant van de stad? Mijn broers zeggen, ik heb drie broers, die zeiden ze volgden gewoon haar broers. Want ik had twee broers die in Delft studeerden, waarvan de tweede bouwkunde deed. En die nam me mee een keer mee naar het gebouw voor bouwkunde, zoals wij dat noemden. En toen kwam ik in die maquettehal en toen dacht ik, yes, dit is het. En dus in die zin had het met mijn broers te maken, maar ook dat bouwkunde voor mij, en dat is ook zo gebleken, echt iets wat me bijpaste. En ja, je zegt het net zelf, je studeerde bouwkunde. Dat is natuurlijk van origine best wel een jonge studie, of tenminste zo staat het best wel bekend. Vond je dat zelf lastig, dat je met veel jongens om je heen was? Nou, ik was er helemaal niet mee bezig. Nou, afgezien dat ik ook drie broers had en een zus, maar bij ons thuis, mijn moeder was enig meisje tussen zes broers. Ja, bij ons was jonge meisjes zijn totaal geen issue. En wat vind je überhaupt van de man-vrouw verhouding binnen de TU? Heb je dat ooit als vervelend ervaren of heb je daar eigenlijk nooit last van gehad? Ik heb er nooit last van gehad, maar ook omdat ik denk ik zo bevlogen was dat ik gewoon deed wat ik wilde doen en wat ook lukte. Dus ik was ook wel heel actief op bouwkunde. Ik zat ook in de onderwijscommissie of in in bestuurlijke dingen. Of bouwkunde heeft een heel beroemd feest elk jaar. Dus ik heb ook een keer dat hele feest georganiseerd. Er komen er echt 3000 mensen of zo. Dat was toen heel veel, ik weet niet of je dat veel vinden. Dus ik was wel heel actief. En ik weet wel, toen ik in het jaar 2000 ook hoogleraar werd op de TU, bij mijn eigen afdeling bouwkunde, dat ze me toen vertelde dat ik nu de eerste vrouwelijke professor in de architectuur was, dus in je eigen vakgebied. In Nederland zelfs, niet alleen in Delft, maar ook in Eindhoven. Toen dacht ik, kon ik me dat niet voorstellen, maar dat is dus zo. Dus, en denk je dat dat nu anders is? We zijn natuurlijk nu alweer 20 jaar verder dan 2000. Nu op bouwkunde en ik denk ook op IO, industrieel ontwerpen, dat het 50-50 is. Dat zie je wereldwijd eigenlijk wel, dat de bouwkunde, architectuuropleidingen, stedenbouw, landschap, dat het heel erg 50-50 is, man-vrouw. Die afspiegeling zie je nog niet in de docenten en in de professoren, maar dat zijn ze natuurlijk ook meer gelijk aan het trekken. Ja, toen ben je de architectuur ingegaan. Hoe rolde je eigenlijk in de wereld van de architectuur? Nou, ik vertelde al hoe ik eigenlijk via mijn broer of broers de studie heb gekozen. En nou, ik zeg ook altijd, ik kan me nog de seconde herinneren dat ik met mijn broer in die zaal kom. Die maquettezaal, die nu afgebrand is. En dat ik dacht, dat is het. En op dat moment is een soort passie in mij gevaren die nooit gestopt is. Dus ik ben met zoveel enthousiasme dit allemaal gaan doen. En
Ja, het is ook een ontzettend leuke studie om te doen. Maar op een gegeven moment haal je dan natuurlijk het papiertje en dan... Nou, dat was niet eens zo. Jij zegt, je haalt het papiertje. In 1980 werd er voor het eerst eigenlijk een prijsvraag, en toen was ik nog student, werd er een prijsvraag uitgeschreven voor jongerenhuisvesting aan het Kruisplein, heette het. En in die tijd waren er helemaal geen prijsvragen of nauwelijks prijsvragen. En toen heb ik met twee studiegenoten, en we wilden met elkaar gaan afstuderen, zeiden we, weet je wat, doen we eerst met die prijsvraag mee en dan gaan we samen afstuderen. Gewoon om weer even, want iedereen was overal stage aan het lopen. Maar toen wonnen we die prijsvraag, wat een grote opdracht was. Dus ik had al eerder een opdracht en een bureau dan dat ik afstudeerde. Want toen hebben we eerst dit werk ook echt gerealiseerd aan het Kruisplein. Een groot project bij het centrum van Rotterdam. Toen was je dus nog niet eens afgestudeerd? Nee, dus ik heb... daarom zeg ik dat de term was toen nog niet eens bekend. Ik ben letterlijk een start-up van de TU Delft die al startte nog tijdens de studententijd. En dat is niet Mecano? Dat is wel Mecano, alleen wij heten toen nog, na onze Dulhoebe Steenhuis, en op een gegeven moment hebben we onszelf Mecano genoemd. Maar het is wel dit bureau, ja. Want met het opstarten van Mecano is dus zo begonnen. En hoe heeft zich dat verder uitgebreid? Ja, eigenlijk toch heel stabiel en rustig. Dus sowieso start je met twee studievrienden en dan zijn we het project zeg maar echt gaan realiseren met nog twee studievrienden. Waarom met z'n vijven? Toen hebben we de naam Mecano verzonnen. Waar staat Mecano voor? Nou ja, het is eigenlijk ook een soort... Mecano, het is een... het heeft te maken dat het klinkt als Mecano. Wij zijn Mecano met één C en dubbel O. En het spel, ik weet niet of je het nog kent, dat je kon je mee bouwen. Was een bouwspel. Een erector set heet het dan in het Engels. Dat heette Mecano met twee C's en één O. De prijsvraag was, het is een vermenging met een paar dingen. De prijsvraag was op een locatie die vroeger de dierentuin van Rotterdam was. En we hadden het motto gegeven O zoo. Dus de dubbele O is van de zoo. En nou, het was ook nog een tijdschrift van Theo van Doesburg. Dus een soort hele vermenging. Maar het leuke was dat we het ook gewoon lekker vonden klinken. Dus dat we niet als een advocatenkantoor, weet je, al die namen hadden. En gewoon leuk samen opgekomen op die naam. Ja, en eigenlijk is het een hele goede keuze geweest. Want in het Engels zeggen ze, Nederlands Mecano, Engels Mecano. Als ik in China ben, is het Mecano. Weet je, het is wel een naam die... iedereen aanspreekt. En het is ook goed geweest, want je hebt ook zo'n proces als je met z'n vijven bent. Weet je, ik was de oudste nog, ik was 25 en die anderen waren misschien 24 of zo. Ik was een paar maanden ouder, zeg ik altijd. Maar iedereen is op een gegeven moment zijn eigen weg gegaan, dus ik ben de enige en ook al vrij snel. Dus ik ben echt de founding partner van Mecano. Ja. En dan ben ik toch wel echt benieuwd hoe het studentenhuis van een architect er vroeger uitzag. Nou, dat is leuk dat je het noemt. Het grappige is, ik woonde tegenover het koor. En dus het was letterlijk gewoon, hier was het Delft Studentenkoor. Rollen naar huis. En dat was gewoon, precies daar lag het er tegenover. Had mijn vader een onder- en een bovenhuis gekocht voor ons. Want hij had inmiddels 3 kinderen daar studeren in Delft. En wij hebben eigenlijk, ik heb daar wel 15 jaar gewoond, maar ik denk dat ik wel 10 jaar lang heb zitten verbouwen. Hè, dus als je zegt, hoe is het studentenhuis? Dus toen wel helemaal bezig geweest met ja, hoe het altijd. Eruit zag. Dus het was ook wel grappig, want dan bij het Delft Studentenkoor heb je zo'n balkon voor. Ik weet niet of je het weet, op de belle etage. Ja. Dus die stonden daar allemaal te drinken enzovoort. Maar ondertussen zag ik daar op het dak de dakpannen te leggen en dakkapellen te bouwen. Ja, ging dat echt zo? Dus ik heb echt leidingen getrokken. Dus als je zegt, dat is grappig dat je het vraagt. Je hebt natuurlijk de TU Delft ontworpen. De bibliotheek, ja. De bibliotheek van de TU Delft. Is dat dan ook het ontwerp waar je het meest trots op bent? Of is dat een ander ontwerp? Nou ja, als je vraagt waar je het meest trots op bent, is altijd een beetje vragen van wat is je favoriete kind. Dus dat is altijd het lastige. Maar de bibliotheek van Delft is natuurlijk heel bijzonder dat we dat zo hebben gedaan. Was ook heel erg geïnspireerd op mijn eigen ervaring om te studeren op de TU Delft. En wat ik heel erg
wat ik er fantastisch aan vond, maar wat ik ook heel erg miste. En dat was heel erg een landschappelijke invalshoek. Dus we hebben het echt het gebouw ontworpen. Dat het is een gebouw, maar het is ook een landschap waar je op kan zitten. Met een prachtige ruimte van binnen. En tegelijkertijd was het ook in die tijd, moet je nagaan, dat hebben we in 1995 gedaan. Dat is nu bijna 25 jaar geleden. Ja, 26 jaar. Nou, het is de bibliotheek van de TU Delft is echt een combinatie van een landschap en een gebouw. Maar ook en de schoonheid van een technisch esthetiek. He, dus aan de ene kant is het heel landschappelijk, maar we hebben er een icoon doorheen gezet. Een kegel als een icoon doorheen gezet. En een kegel is natuurlijk eigenlijk een wiskundige vorm. Dus dat spelen met het rationele technische van de Technische Universiteit en tegelijkertijd een landschap willen maken. En die compositie is die bibliotheek geworden. En tegelijkertijd is die super duurzaam. He, dus dat was in die tijd, daarom zeg ik 1995... Het is echt de voorloper van sustainability geweest. Dus het is daarom nog steeds het icoon van de TU Delft. Van ook van een engineeringkunst, van ingenieurskunst. Waarin je dingen integreert, maar die ook heel duurzaam is. En waarbij ook landschap en energie een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, wij werkten toen al met warmte- en koude opslag in de grond. Nou, dat was echt een vooruitloper wereldwijd. Wat is een gebouw of een ontwerp dat je eigenlijk het liefst zelf had willen ontwerpen? Wat ik het liefst zelf had willen krijgen? Nou, is die bijenkorf wel. Ja, ja dat snap ik. Ik moest ook wel lachen. Want ik dacht, god, ik ben nu met de auto hier naar Amsterdam. En ik reed de parkeergarage in. En ik kan me nog herinneren dat die parkeergarage volgens mij, ik weet niet meer gebouwd, maar dat is echt best een knappe gevel voor een parkeergarage hier in de binnenstad van Amsterdam. Is het niet ook een beetje vermoeiend om bij elk gebouw dat je binnenkomt of in elke ruimte waar je binnenstapt, de hele tijd aan het scannen bent van hoe ziet het eruit, hoe is het gebouwd, wat kan beter? Ja, dat is ook een beetje een tik van me. Is dat niet vermoeiend? Ja, dat is ook wel vermoeiend. Dus ook altijd als iemand aan me iets vraagt, dan ga ik daar echt over nadenken. Dus dan ben ik daar 's nachts nog over aan het nadenken. Dus dat is, maar dat heeft een ander misschien wel iets anders. Ja. Ja, dat is waar. Ja, we hadden natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar zijn we allemaal in de ban geweest van het coronavirus. Heb je daar zelf veel van gemerkt? Binnen de bouw, die lag natuurlijk allemaal best wel stil. Nou, de bouw is eigenlijk, de constructies zijn echt, de construction sites, die zijn echt gewoon toch doorgegaan grotendeels. Voor mij was natuurlijk een heel groot verschil dat ik normaliter best wat afreis. En dat veel, veel minder is geweest. Ik ben wel nog 2 keer naar New York geweest. Omdat je krijgt dan een visum als New York je, of als Amerika je nodig heeft. Dus voor wat had Amerika je nodig? Voor de bibliotheek. Beide bibliotheken die ik daar doe in New York. En ik ga nu ook eind deze maand ga ik er weer heen. Op uitnodiging weer, want die gaat echt open. Dus dat was een hele grote verandering. Het was ook wel een teleurstelling, want eigenlijk was dit jaar, afgelopen jaar voor mij een jaar om echt te vieren, omdat 3 grote bibliotheken die wij hebben ontworpen, eentje in Washington DC, eentje in New York en eentje in Taiwan, echt alle 3 hele grote publieke gebouwen open zouden gaan. Dus voor mij, ons was het echt. En daar was lang daarvoor al naartoe gewerkt. Ja, dus dit was eigenlijk het jaar. In de wereld heet ik ook de Library Whisperer. In Amerika heet ik zo. En dus dat, maar goed, uiteindelijk zijn die of niet geopend of nauwelijks geopend. Maar goed, eigenlijk was het ook. Dus de bouw ging gewoon door. Ik heb veel minder gereisd. Ik ben heel veel in Nederland geweest. Maar ik heb er ook, als ik heel eerlijk ben, ook heel erg van genoten. Anders gaat het leven heel de tijd maar door. En nu was een soort rust en ook een reflectie. We hebben gewoon doorgewerkt. We hebben het bureau, want ik heb natuurlijk ook 130 mensen. Dus we hebben het bureau coronaproof gemaakt. We hebben regels gemaakt wie er wanneer mag komen werken. En eigenlijk gaat het gewoon heel erg goed. En dan hadden jullie dan misschien geluk dat jullie voornamelijk publieke gebouwen deden en niet per se huizen of voor particulieren? Nou ja, dus heel veel, wij kunnen heel veel bureaus zijn omgevallen die of alleen woningbouw deden of alleen kantoren voor projectontwikkelaars. Dat stopte.
Wij deden eigenlijk allerlei dingen. En ook in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik zeg wel eens, als een goed aandelenpakket waren wij heel... we hadden het goed verspreid. En natuurlijk een goede, betrouwbare naam. Je hebt voor je werk ook flink wat prijzen naar huis weten te slepen. Betekende die veel voor je? Nou ja, het is natuurlijk altijd leuk. Het zijn schouderklopjes, het is erkenning, waar natuurlijk iedereen toch naar verlangt. Ik word er ook altijd een beetje verlegen van. Ik ben natuurlijk op zich heel blij mee, ja. Vertel je dat dan wel aan mensen of ben je er open over? Of denk je zoiets van, oké, ik heb ze thuis, maar dat is ook genoeg? Nou, ze hangen geloof ik heel veel hangen aan de muur. Op het kantoor? Op het bureau. En het zit ook vaak ook al in de media dan. En vieren jullie dat dan wel? Natuurlijk nu coronaproof, maar hiervoor gewoon. Vieren jullie zo'n prijs dan met elkaar? Ja, maar dat is vaak ook ligt dat meer bij de organisatie. Bijvoorbeeld, ik heb de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gekregen. En dan wordt hij uitgenodigd door Maxima, uitgereikt door prinses. Dat was al koningin, denk ik, maar Maxima. Koningin. En het is ook meer wat de organisatie daar zelf aan een feestje omheen bouwt. Ik ben wel opgevoed met dat je moet vieren wat je kan vieren. Dus ik hou wel van feestjes organiseren, ja. En ja, jullie zijn met het bedrijf ook wereldwijd, staan jullie op het podium. En hebben jullie veel bereikt. Wat zijn je verdere ambities nog? Nou, voor mij, ik denk dat ik zo'n 5 jaar geleden dacht, toen deden we zoveel in het buitenland. Toen dacht ik, ja, ik wil weer wat meer in Nederland doen. En dat is ons ook gelukt. Hè. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam doen we de verbouwing van de Nederlandse Bank. Wat er ook heel erg opmerkelijk is. En in Rotterdam doen we de verbouwing van het Boijmans van Beuningen Museum. En we hebben plannen gemaakt, een visie op heel Rotterdam-Zuid. En we hebben nog een heleboel aantal mooie projecten in Nederland. Dat is ook heel fijn trouwens in deze coronatijd. Maar ik ben ook wel heel blij dat we ook die internationale ambitie houden. Hè. Dus we hebben net de bibliotheek van Macau, hè, vlakbij Hongkong gewonnen. We doen ook nog een mooi museum in Abu Dhabi. En nu zijn de projecten in Amerika af eigenlijk, min of meer. En ik wil toch eigenlijk nog, ik zou heel graag weer nog een nieuw project hebben in New York of Washington. Geef je de voorkeur aan het een of het ander? Dus of binnenland, buitenland? Nou, ik vind de combinatie heel mooi. Dus ik vind het... heel mooi. Als ik in mijn eigen carrière dan kijk, heb ik heel veel kennis uit Nederland. Hè. Bijvoorbeeld Nederland is toch heel erg goed om, vanwege zijn poldercultuur, om heel goed samen te werken. En ook Nederland was altijd heel erg goed in stedenbouw, hè, en planologie. En die combinatie kon ik ook heel erg uitdragen in het buitenland. Nu ik weer meer in Nederland werk, weet ik ook dat ik een beetje teleurgesteld was dat dat nu minder gebeurt in Nederland. Waarom ben je daar teleurgesteld in? Nou, omdat ik dat een heel goed aspect vond van de Nederlandse stedenbouwkundige traditie. En dat ik vond dat in het buitenland, waar een heel erg Anglo-Saxon culture is, en die heel erg money-driven is, dus heel erg projectontwikkelaars die alleen maar geven om hun eigen plot en daar en niet geïnteresseerd zijn in de buurman, of dat je met elkaar een goed plan maakt. En toen ik terugkwam in Nederland, vond ik dat de Anglo-Saxon culture ook wel behoorlijk naar Nederland was gekomen. Dus dat was, En als je zo'n ontwerp maakt en die klaar is en op tafel ligt, in hoeverre heb je dan invloed op dat het daadwerkelijk gebouwd wordt? Of moet je daar eerst nog voor langs gemeenten? Gaan er nog allemaal dingen overheen? Of heb je zelf wel redelijk de ruimte om te doen en laten wat je wil? Nee, wij zitten altijd... wij zijn geen autonome kunstenaars. Dus wij hebben altijd te maken, uiteraard, met de opdrachtgever, met je consultants, met de gemeente. Dus je moet altijd echt heel veel mensen overtuigen. Maar ook luisteren. Je moet niet doordrammen. Want als iets niet kan of niet goed is... het is echt een interactief proces ook. Waar je natuurlijk een belangrijke rol in hebt. Maar het is ook echt heel goed luisteren. Weer al die zintuigen toch ook openzetten van... En daar iets goeds van maken. Hoe zou je je eigen bouwstijl omschrijven? Of is dat er niet? Verschilt dat heel erg? Nou, ik denk dat het...
humaan is, maar ook wel expressief. En ik kan heel erg kijken wat voor compositie ik maak. Of ik rustiger moet zijn of dat ik expressiever moet zijn. Dus, maar humaan, tactiel, warm. Naast de architectuur ben je natuurlijk ook schrijfster. Of heb je in ieder geval columns geschreven voor het Financieel Dagblad. Ja. Hoe was dat te combineren en hoe vond je de afwisseling? Ik moest elke 6 weken een column schrijven. En dat is, een column schrijven is voor mij ook een creatief proces. Dat is ook iets ontwerpen. Dus ik was al die 6 weken, was ik altijd heel bezig. Oh ja, wat ga ik nu de volgende keer schrijven? Ik heb dat geloof ik 7 jaar gedaan. Ben daar heel erg blij mee geweest. Want daardoor word je ook gedwongen om dingen die je hebt meegemaakt of die je observeert, om die op te schrijven voor een groter publiek. Ik doe het nu niet meer, want de Financieel Dagblad heeft andere mensen. Maar ik mis het wel. Ik vond het was voor mij een hele goede. Het was natuurlijk altijd een load on my shoulders om het erbij te doen. Maar ik heb het ook heel erg. Het was goed voor mij om het te doen. Misschien is het niet helemaal je tak van sport, maar ik vroeg me toch af. Dan heb je een gebied of een straat en dan valt er eigenlijk. De sociale huurwoningen vallen eigenlijk gelijk op. Want het is gewoon een andere bouw dan de rest van de straat. En het is natuurlijk subjectief, maar ik vind de sociale huurwoning eigenlijk altijd best wel lelijk van de buitenkant. Is er een soort van mogelijkheid dat de sociale huur met hetzelfde budget er toch beter uitziet van de buitenkant? Of? Nou, het is eigenlijk opmerkelijk dat je dit zegt, want het eigenlijk is dan moet je maar eens door alle tijdgeesten heen gaan kijken. Was de sociale woningbouw was helemaal niet lelijker dan de. Was soms zelfs van betere kwaliteit. Ja. Want op zich dat iets sociale woningbouw of affordable housing is, had eerder te maken met of de grondprijzen. Of vaak moet je ook voorstellen dat in Nederland, maar dat mocht op een gegeven moment niet meer, in Nederland de sociale woningbouw en andere klasses, prijsklasses woningbouw in één hand werden ontworpen. En waardoor je ook heel goed kon schuiven tussen budgetten, dat het één groot goed project werd. Is dat dan nu anders dan vroeger? Want ja, nu valt het soms wel op. Ja, dat denk ik wel. Dus eigenlijk hadden we er een hele goede traditie van in Nederland. Maar dat is op een gegeven moment, weet je, mochten woningcorporaties van alles niet meer. En dat is toch jammer dat dat gebeurd is. En daar lopen de woningcorporaties nu ook tegenaan. Valt maar het eigenlijk op te lossen? Kan je er trots op zijn dat Nederland een waanzinnig sterke traditie in het maken van hele goede sociale woningbouw. En heel veel mensen, het percentage wat in sociale woningbouw woonde, was heel groot in Nederland. Thierry Baudet heeft ook ergens. Heeft best wel een ongezouten mening over de architectuur. En hij haalde op een gegeven moment uit naar de architectuur en zei dat er Nederland veel lelijke architectuur heeft. Ja, heb je dat gehoord? Ja, het grappige is dat ik weet dat zijn zus architect is. Of ja. Architect stedenbouwkundige. En ik vind dat je dat niet kan zeggen. Dus ik bedoel, ik kan je zeggen, ik heb heel veel over de wereld gereisd. En er staat de hoge dichtheid van de goede architectuur in Nederland is heel hoog. En zeker de grote massa is toch altijd woningbouw. Nederland had een hele goede traditie in woningbouw. En nog steeds. Ik vind dat je dat niet zo kan zeggen. En natuurlijk staan er dingen tussen die niet goed zijn. Maar zo kan je het niet over. Dan heb je geen inzicht in. Mensen nemen dat natuurlijk weer over. En dan. Ja, maar het is gewoon niet waar. Ik weet ook dat er ook een trend was op een gegeven moment, jaren geleden, om altijd tegen die Finex-wijken te gaan. Maar ik kan zien wat er in. In Zuid-Korea of in China of of zelfs in Amerika aan woningbouw wordt gebouwd. Of in Engeland, ga eens naar Engeland toe. Daar heb je dieptreurige architectuur. En je wordt zelf gezien als rolmodel binnen de architectuur. Wat zou je de student hier willen meegeven die misschien ook een baan wil in de architectuur later en jou als rolmodel beschouwt? Wat zou ik ze mee willen geven? Nou ja, wat ik tegen studenten zeg, maar dat zijn er, ik heb natuurlijk vooral bouwkunde studenten. Amsterdam hebben denk ik geen bouwkunde studenten. De enkeling die naar Delft reist misschien. Ja, maar wat voor mij heel erg belangrijk is, sowieso als houding, als attitude, is, bezit niet de hele tijd achter die computer.
loop, fiets door steden heen. Ga reizen, zie, observeer wat er nodig is in de maatschappij. En hoe je daar een bijdrage aan kan geven. En dat is ongelooflijk inspirerend. Ik denk dat het een mooie is om mee af te sluiten. Francine, dankjewel. Graag gedaan.